Hallo allemaal en goedemorgen. Het is vandaag maandag. Heel erg vroeg. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik had beloofd dat ik een video zou gaan maken met slaap. Tips voor de burgemeester. Ik denk dat zij slecht slaapt. Sterker nog, ik weet wel zeker. Ik heb daar gisteren een video over gedaan. Maar vanmorgen stond mijn hoofd daar niet helemaal na. Want Kobe Bryant, de een na beste basketballer aller tijden, is overleden. En ik kreeg het nieuws vanmorgen voor me kiezen. En toen had ik het even allemaal niet zo. Gisteren had ik een nog veel slechtere dag. Namelijk, dit was gisteren. Rutte en Halsema bij Nationale Holocaustherdenking in Amsterdam. En dat gebeurt hier jaarlijks op de laatste zondag van de maand. De eigenlijke dag, dat is de wereldwijde Holocaustdag. Is 27 januari. Kofi Annan en de Verenigde Naties hebben 27 januari uitgeroepen tot Nationale Holocaustdag. 27 januari is de dag dat het Russische leger, het Rode Leger, Auschwitz bevrijdde. Het is afschuwelijk allemaal. Het is allemaal absoluut afschuwelijk. Ik ben een paar keer bij die herdenking geweest. Want ook grote delen van onze familie zijn uitgeroeid tijdens die fucking oorlog. Let u een beetje op, mevrouw de burgemeester. Want het is wel interessant. Maar zo gaat het inderdaad. Ze beginnen met de stille tocht. En dan gaan ze naar het monument. En dat is in het Wertheimpark, is dat. En er is muziek en stilte en kranten, et cetera. Ik vind dit een hele leerzame ervaring. Ik ben er ook een paar keer met mijn dochter geweest. Ik ben ongeveer de leeftijd van burgemeester Halsema. Laten we even zeggen rond de 50. Burgemeester Halsema heeft 2 kinderen. Die zijn 1 jaar ouder dan ons kind. En gisteren, ja, ik heb het er met mijn dochter over gehad, maar we zijn er niet naartoe gegaan. Dat trok ik even niet. Want ik had geen zin om me echt waardeloos shit te voelen. En dus ik ben thuis gebleven en lekker offline geweest. Het was gisteren 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Dat is al een heel groot drama. De geallieerden wisten dat er mensen in treinen richting vernietigingskampen gingen. Er is nog steeds een discussie gaande. Weet je, hadden de geallieerden Auschwitz plat moeten bombarderen? Hadden ze de treinrails en de goederenwagons plat moeten bombarderen. En dat deden ze niet. En de redenen daarom zijn, waarom aan Joden, weet je wel. Het was allemaal niet zo belangrijk. Er waren belangrijkere dingen, namelijk Nazi-Duitsland verslaan. En dat was het hoofddoel, zeg maar. Dat was een beetje het excuus. Dus we wisten het. We deden niks, want we waren bezig met belangrijkere dingen. Gisteren was een hele bijzondere herdenking, want onze minister-president, Mark Rutte, heeft zijn excuses aangeboden voor de houding van de Nederlandse regering ten aanzien van de Holocaust. En het staat hier, de Joodse gemeenschap in Nederland is opgelucht en blij met de historische excuses die premier Mark Rutte heeft gemaakt voor de rol van de Nederlandse overheid bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. En dat deed hij tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaustherdenking in Amsterdam.
Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering excuses maakt voor hulp aan de Duitsers bij de Jodenvervolging. En dit is de letterlijke tekst. Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust kan omvatten, zei Rutte. 75 jaar na Auschwitz is antisemitisme nog altijd onder ons. Daar kan ik een beetje over mee praten. Juist daarom moeten we voluit erkennen wat er destijds is gebeurd en dat ook hardop uitspreken. Volgens de premier waren er te veel Nederlandse ambtenaren die simpelweg uitvoerden wat de Duitse bezetter van hen vroeg. Het was alles bij elkaar te weinig. Te weinig bescherming, te weinig hulp, te weinig erkenning. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben er zo'n 102.000 de oorlog niet overleefd. En dan krijgen we Jacques Christhaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité, en die zegt, fantastisch, werkelijk fantastisch. En dat is het ook. Helemaal fantastisch, meneer de minister-president, want dit had lang geleden moeten gebeuren. Fantastisch, werkelijk fantastisch, vindt Jacques Christhaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité, de excuses. We hebben er 75 jaar op moeten wachten. De premier heeft geschiedenis geschreven. Hij is onze held. Christhaver omhelsde Rutte na afloop van zijn toespraak. Hij had niet verwacht dat de premier dit zou gaan zeggen. Hier Amsterdam, mevrouw de burgemeester, waren het de politiemensen, dat zijn de mensen waar u de baas over bent. Politie Auschwitz. Dit is het. Nederlandse politie werd gebruikt inderdaad voor razzia's en vervolgingen. Er waren ook politiemensen die dat natuurlijk weigerden. Politiecommissaris werd eruit gewipt. Als je naar het Paleis van Justitie gaat, daar hangt een hele grote plak. Een soort grote steen. Daarop staan de namen van rechters en openbaar aanklagers die weigerden mee te werken. En die werden weggemarcheerd de duin in. Mijn grootouders hebben ondergedoken. Ze zaten ondergedoken. En dat is maar goed ook, want anders was ik hier niet geweest. Dan is het Centraal Joods Overleg is minder lyrisch. De belangbehartiger van de Joodse gemeenschap in Nederland noemt de excuses laat. Wel helpen ze volgens het comité om het geschonden vertrouwen te herstellen. De Joodse stichting Sidi spreekt van een historische stap. Morgen wordt in grote delen van de wereld herdacht dat het concentratiekamp Auschwitz 75 jaar geleden is bevrijd. In het kamp zijn zo'n 1,1 miljoen mensen om het leven gekomen. Het grootste deel werd vergast. Het kamp is symbool geworden voor de gruwelen van de Holocaust, waarbij zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord. Dus industriële slachting was het. Hier in Amsterdam betekende dat verzamelen naast de stad Schouwburg. En als je naar de stad Schouwburg gaat, dan hangt daar ook een gedenksteen. Waarop staat, hier moesten mensen verzamelen. En dan gingen ze naar Westerbork en dan van Westerbork naar Auschwitz. Het is afschuwelijk. En dus ieder jaar hakt dit er toch, vind ik, heftiger in dan dodenherdenking. Dodenherdenking, daar heb ik helemaal niks mee. We doen een minuut stilte, maar that's it. Maar dit, ja, dit is echt de hele dag shit. Gewoon, je voelt je de hele dag kut. Vanwege de gruwelen. En mijn ouders die groeiden op direct na die oorlog. In de puinhopen, mevrouw de burgemeester. In de puinhopen. Geen douche, geen warm water. Alles op de bon. En voor hun leefde dit helemaal niet. Ze wilden er helemaal niks mee te maken hebben met die oorlog. Interesseerde ze helemaal niet. Dat is hun goed recht.
mijn generatie die daarna komt, ja, wij kregen het op school. Heel jong, kan ik me herinneren, ik een jaar of 10 was. En je moest dan speciale toestemming krijgen van je ouders om beelden te mogen zien. Je moet dan denken aan fotoboeken. Want bewegende beelden, weet ik niet, waren er denk ik niet. Geen idee, maar dat hadden ze bij mij op mijn lagere school. Fotoboeken die ze, weet ik niet, ter leen hadden gekregen. En toen zag ik dat voor het eerst, weet je. Die uitgemergelde mensen, gaskamers, de lijken. Ik schrok me dood. Ik was heel jong en zoiets van, what the fuck is dat? En toen ben ik navraag gaan doen bij mijn ouders. Boy, die wilden allemaal niet zoveel zin in. Dus ja, dan maar naar mijn grootouders. Dus ik ging naar hun toe. Van, hey, leg eens uit. En toen kreeg ik dus hun oorlogsverhalen te horen. En ja, blijvende indruk gemaakt. Mijn grootouders leven niet meer. Dus die hebben deze excuses nooit meegemaakt. Het wordt allemaal nog wat gênanter. De beschieting op de Dam. Beschieting op de Dam 1945. Mijn grootouders die dachten, jee, Nederland is bevrijd. We gaan naar de Dam. We gaan het vieren. En vervolgens werden ze beschoten. En ze wisten net weg te duiken. En ik heb nog een keertje in dat nationale archief zitten speuren naar foto's. Kijken of ergens mijn grootouders opstonden. En verdomd ja, ach, afschuwelijk. Dit is ook zo heftig. Maar ja, dat gebeurde op 7 mei 1945. En daar werden nog een stel mensen doodgeschoten. Dus mensen hadden de oorlog overleefd. Dachten, jee, we gaan het vieren op de Dam. En werden daar vervolgens kapotgeschoten. En inderdaad, de rol van de Nederlandse overheid. Heel veel Nederlandse ambtenaren. Nederlandse politiemensen, noem maar op. Die is afschuwelijk. Die is echt absoluut afschuwelijk. Wat mij betreft hadden er veel en veel meer mensen vervolgd moeten worden voor hun rol. Maar ja, weet je, de wederopbouw. We moeten verder. De gemeentepolitie van Amsterdam. Of de nationale politie, sorry. De nationale politie die gaat eens per zoveel tijd echt naar Auschwitz toe. Kijk, dat zie je hier. De Nederlandse politiedelegatie voor de kranslegging in Auschwitz. Gaan daar echt heen. Dat is hun manier van sorry zeggen, van spijt betuigen en van herdenken. Ik vind dat een heel goed initiatief. Ze doen het al een paar jaar. Ze gaan niet ieder jaar volgens mij, maar goed, dat staat hier, moet je lezen. Vanuit het vernietigingskamp keken politiemannen en vrouwen naar de huidige verharde maatschappij. Die reis die wordt georganiseerd door het Joods politienetwerk. Tegenvaller op de reis van het Joods politienetwerk langs verschillende concentratiekampen, staat er echt, was dat agenten met een migratieachtergrond thuisbleven. Dat is wel echt afschuwelijk is dat. En hier moet je dit lezen. Er heeft zich hier heel veel leed afgespeeld. Een understatement in de gaskamer van Auschwitz. Maar wat kun je anders als gids? Hier gingen tot 900 mensen in. Door die gaten boven je hoofd werden dus die bussen met Cyclone B gegooid. Na 20 minuten was iedereen echt dood. 62 Nederlandse politiemensen luisteren doodstil toe. De reis langs verschillende concentratiekampen is georganiseerd door het Joods politienetwerk. Het is een grote stap om hier te komen. Max Engelander van de Amsterdamse politie is voor het eerst op de plek waar tientallen leden van zijn familie werden vermoord. Hij zoekt naar woorden om de emotionele achtbaan te beschrijven. Goed dat ik het gezien heb en goed om te beseffen dat het opnieuw kan gebeuren. Toekomst van Nederland. Want de reis gaat nadrukkelijk niet alleen over de geschiedenis, maar ook over de toekomst van Nederland, waar Joden bang zijn om met een keppeltje te lopen en homo's stellen niet meer hand in hand over straat durven.
Engelander, wij zijn kinderen van ouders die de Holocaust overleefd hebben. Ik ben een klein kind, maar goed. Wij weten wat de gevaren zijn. Het is heel heftig, is het. Het is heel, heel, heel heftig. Ik hoopte op meer van dit. Want dit is burgemeester Halsema vorig jaar bij de herdenking. Toen regende het. Was afschuwelijk weer. Dit jaar volgens mij niet. Ik heb gisteren geen regen gezien. Maar ik heb me er helemaal van onttrokken. Ik heb expres niet naar nieuws gekeken. Ik ben expres offline geweest. En ik heb lekker wat wijn en kaas genomen. Maar toen dacht ik van, ah, het is natuurlijk heel, heel, heel bijzonder wat onze minister-president hier doet. Het is echt heel bijzonder. Excuses, dat is, ja, ik ben het met me eens. Mark Rutte is onze held. Hier wordt het verder uitgelegd. Dat Rutte nu met excuses komt, heeft alles met die herdenking te maken. Het is niet voor het eerst dat de Nederlandse regering erkent dat Nederland ook schuld draagt voor het leed van de Joodse slachtoffers. Wel gaat Rutte een stap verder dan zijn voorgangers. De afgelopen decennia waren opeenvolgende regeringen niet scheutig met erkenning van de wandaden die ook door Nederlanders zijn gepleegd. Het heeft veel weg. Weet je, je moet die dingen niet met elkaar vergelijken. Dus mensen niet boos worden als ik dat doe. Maar het is, weet je wel, de Nederlandse rol in de slavernij. En dat is ook zoiets. Nederland moet daar gewoon zijn excuses voor aanbieden, punt. Maar dat doet Nederland dan heel moeilijk over. In 1905, en dat was ook zo met die Holocaust. Ik geloof dat Wim Kok heeft ooit gezegd, dat komt zo, hier. In 1995 heeft koningin Beatrix tijdens een bezoek aan het Israëlische parlement gezegd dat weliswaar veel Nederlanders zich tegen de Duitse bezetters hebben verzet, maar dat ze uitzonderingen waren. Het Nederlandse volk heeft de ondergang van zijn Joodse medeburgers niet kunnen verhinderen, sprak zij toen. Zie je, we konden het niet tegenhouden. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. We hebben er gewoon hard aan meegewerkt. Dan killerwijze. Premier Wim Kok bood verontschuldigingen aan voor de killerwijze waarop Joden na de Tweede Wereldoorlog zijn behandeld. Overlevenden van de Holocaust konden soms niet meer teruggaan naar een huis dat door anderen werd bewoond. Er was lang geen aandacht voor het aangedane leed. En bijvoorbeeld in Amsterdam, het staat er echt, kregen ze een boete omdat ze geen erfpacht hadden betaald over de periode dat ze waren gedeporteerd. Are you fucking shitting me? Maar goed, de tijden zijn veranderd, weet je. De tijden zijn veranderd. Wat Rutte hier doet is fantastisch. In 2005 erkende premier Jan-Peter Balkenende dat Nederlandse overheidsfunctionarissen niet alleen na, maar ook tijdens de oorlog fout waren geweest. Tijdens een toespraak bij het CIDI zei hij, er waren Nederlandse gezagsdragers die meewerkten met de bezetters. Zij droegen bij aan een gruwelijk proces waarin Joodse Nederlanders hun rechten werden ontnomen en waarin de menselijke waardigheid van Joodse landgenoten werd geschonden. Het woord excuses viel toen niet. Dat is 2005. 2005, 1945, 2005. Onvoorstelbaar, maar toen wilden we nog steeds geen sorry zeggen. En dit, wat Mark Rutte hier doet, ik vind Mark Rutte een afschuwelijke vent. Ik vind hem helemaal niks aan minister-president. Maar dit Mark Rutte, is hele, hele grote klasse. Hele, hele, hele grote klasse. En dat het te laat is, I don't care. Hij deed het, klaar. En ik moet zeggen, ik vind dat helemaal fantastisch. Net zoals ik dit, Nederlandse politiemensen die daarheen gaan, vind ik helemaal fantastisch. Vorig jaar de speech van burgemeester Halsema, zij heeft daar toen prachtige woorden gezegd. Vond ik ook helemaal fantastisch. Maar ja, er is een hiërarchie. Dit is iets wat de minister-president moet doen. En wat mij betreft mag dat ieder jaar gebeuren. Gewoon ieder jaar bij die herdenking zou de minister-president van Nederland dan moeten staan en huilend sorry moeten stamelen.
voor wat er is gebeurd. Maar je kunt je voorstellen, weet je, je gaat onderduiken, amper te vreten, en na de oorlog. Jee, we zijn bevrijd, kom, we gaan naar de Dam. Rakakakakakakak, en word je daar kapot geschoten. Meer cru kan het niet. Ja, verhalen van mijn grootouders. Ik schrok me dood. En het is heel raar. Ik ben nu 50. Ik ben tweede generatie na die oorlog. Ik kan mij het schelen, zou je denken. Maar nee, zo werkt dat niet helemaal. Omdat je het te horen krijgt op een hele jonge leeftijd. En omdat het je eigen opa en oma betreft en zo. En bij ons is het opa en oma van zowel natuurlijk mijn vaders kant als van mijn moeders kant. Uit allemaal onderduikers en gekke kunstenaars en mensen die Joden hielpen en mensen die met Joden getrouwd waren en mensen die Joods waren. En ja, dan ga je op transport, dus je hebt geen keus. Nee, je hebt geen keus. En mijn vaders vader, mevrouw de burgemeester, die zat heel lang ondergedoken, maar die was ziek toen hij ondergedoken zat. En ja, geen medicatie, geen medische begeleiding. Dus die is kort na de Tweede Wereldoorlog overleden. Zijn gezondheid werd nooit meer hetzelfde. Dus ja, weer oorlog voorbij. Hup, geboortegolf. Boom, overleden. Ik heb die man nooit gekend. Mijn vader heeft hem ook nooit gekend. Dat is echt heel, heel heftig. Maar goed. Mijn andere oma en mijn andere opa en oma... Die hebben we allemaal overleefd. En ja, vreselijke verhalen gehoord. Dit, excuses van Mark Rutte, is gewoon helemaal super fantastisch. Dat maakt een hele hoop goed. En ik vind dat Mark Rutte dit met absolute klasse heeft gedaan. Ik ben er een beetje stil van. Wat vindt u ervan, mevrouw de burgemeester? Ik ga gokken hier, maar ik denk dat mevrouw de burgemeester, mevrouw Femke Halsema, gewoon het allemaal prima vindt om excuses aan te bieden voor slavernij. En excuses aan te bieden voor de Holocaust. Hoe moeilijk is het? Doe dat de fuck gewoon. Because you fucking have to. En klaar. Er is op dit moment een debat gaande hier in Amsterdam in de gemeenteraad. Een soort onderzoek. Dan wordt er gedaan van, kunnen we onze excuses aanbieden voor slavernij? Willy, je kunt het niet, er is een onderzoek voor nodig. Dit is wat je moet doen. Excuses, punt. En verder geen fucking gelul over, het is te laat en het had eerder gemoeten en dit en dat. Weet je, gewoon knoop doorhakken en doen. Net zoals die politiemensen doen. Klaar, die gaan er gewoon heen, die gaan er een krans leggen. Geen gelul. Wat ga ik vandaag doen? Weet ik niet. Dit een beetje laten bezinken. En nee, ik ga beslist niets kijken over de Tweede Wereldoorlog. Maar iets opbeurends. Iets leuks en iets positiefs. Want anders word ik alleen maar depressief. En ik dacht dat het zou lukken. Weet je, dacht je offline. Net doen alsof niks aan de hand is. Maar ja, toen kwam de premier met dit. En ja, dat hakte wel even in. Grote klasse van Mark Rutte. Burgemeester Halsema was er ook bij. Maar heel terecht gaat de media-aandacht natuurlijk hierna uit. Ik hoop wel dat we nog wat foto's krijgen. Van burgemeester Halsema bij die herdenking. Ik vind dat dat gewoon hoort. En ja, dit wilde ik gewoon allemaal even een beetje delen. Weet je, het is nog een beetje vroeg. Ik moet nog koffie hebben en nicotine en wat andere dingen voordat ik echt lekker functioneer. Maar dit is een goed begin van de dag, zou ik het niet willen noemen. Het is natuurlijk enorm deprimerend. Maar ja, hoog tijd. Grote klasse, meneer de minister. Grote klasse.